Godverdomme mensen. Weet je, godverdomme is misschien wel mijn favoriete scheldwoord. Weet je wat het is? Godverdomme, dat klinkt gewoon zo lekker. Weet je die, dat is dan God en dan verdomme. Dus ik denk dat godverdomme misschien wel mijn favoriete scheldwoord is. Ja, ik gebruik hem niet vaak, maar heel af en toe gebruik ik wel eens het woordje godverdomme. En dan denken mensen soms wel eens van, je moet niet met godverdomme schelden, dat is heel grof en zo. Niet doen, niet met godverdomme schelden, kan niet, gaat te ver. Nou, ik denk wel eens van, wacht even. Godverdomme gaat te ver, maar andere scheldwoorden mogen wel. Ik bedoel, godverdomme. Ja, wie gelooft tegenwoordig nou nog in God? En dan schelden mensen ook met kut bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik ook schandalig, want ik ken heel veel vrouwen die een kut hebben. En daar zitten jullie een beetje mee te spotten. Met vrouwen die een kut hebben. Ja. En dan zeggen mensen ook nog eens lul. Nou, ik heb zelf een lul. En dan spotten mensen er dus ook mee. Met de lul. Terwijl dat voor mij een heel belangrijk ding is. En dan gebruiken mensen ook nog het woord klootzak. Nou, een klootzak. Dat is die balletjes die hier zitten in die zak. Dus ja. We gebruiken allemaal scheldwoorden. Maar we vinden alleen godverdomme vinden we erg. Terwijl mensen ook gewoon last hebben van een lul. Of nou ja, last. Ik heb geen last van mijn lul. O ja, af en toe wel hoor. Af en toe kan die wel zeer doen. Maar goed. En mensen hebben een kut. Nou ja, de vrouwen dan. Dus daar spotten we wel mee. Maar met godverdomme schelden, dat mag dan weer niet. Ik mocht er op school ook nooit mee schelden, hè, met godverdomme. Daar waren ze ook heel streng op. En ja. Trouwens, godverdomme. Als je een beetje goed luistert, dan klinkt godverdomme als goedemorgen. Luister maar eens goed. Godverdomme. Goedemorgen. Het heeft een beetje dezelfde klemtoon. Dus als je voortaan op je werk binnenkomt of op school of zo, dan moet je dus niet zeggen goedemorgen. Nee, dan kom je binnen en dan zeg je godverdomme. Ja, zullen we daar een trend van maken? We stoppen gewoon met goedemorgen zeggen tegen iedereen. Als we ergens binnenkomen, zeggen we voortaan gewoon godverdomme. Dat is wat onze nieuwe goedemorgen in deze wereld. Als mensen dit nu echt gaan doen, dan ben ik wel een trend gezet. Maar dat gaan mensen niet echt doen, maar goed. Het zou wel grappig zijn trouwens. Nee, dus ja, godverdomme moet gewoon kunnen, vind ik. Scheld jij wel eens met godverdomme? Laat me even weten. En ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei! Hier gaat Wouter.